De afgelopen maanden is het district Para positief in het nieuws geweest. Dit zegt Glenn Sapoen, parlementariër van Para. Volgens hem mag het district zich gelukkig prijzen, maar dat wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Para is op het gebied van landbouw veelal afhankelijk van Wanica. Het district streeft naar een eigen landbouwcoördinator. Iemand met kennis en ervaring en het liefst iemand van Para zelf, zegt Sapoen. Maar we zullen de positieve zaken van het district blijven aanhalen, benadrukt de parlementariër. Als ik even terugga naar december 2016. Daar hadden we 1x24 uur elektrische aansluiting voor de dorpen in het oosten van Para. Dat was een mijlpaal. Verder nog. De afronding van de Latterietweg, verharden van de Latterietweg, dat moeten we niet onderschatten. Ja? En hebben we nog de eerste aflevering van de geplande 1200 woningen op het project City of Para. Verder nog, het start zijn van het Dalian 4 project. Het is ook in Para begonnen. En een paar dagen eerder, hierop onverwacht, ja, de eerste steenlegging van een RGD gezondheidscentrum. En vandaag, ja, het start zijn van het landelijk moestuinenproject. Zie daar waarom ik zeg dat Para in de lift is. Dat was Glenn Sapoen, parlementariër van het district Para. Hij sprak over de bloei die het district de afgelopen maanden heeft meegemaakt. Met de aftrap van het moestuinenproject bewijst Para wederom dat er veel potentie in het district zit.